Derde bedrijf van het Belgian Racing Car Championship. En voor de tweede opeenvolgende keer is Spa-Francorchamps decor voor de twee short races en de long race van het Nationaal Circuitkampioenschap dat in de lift zit. De strijd begint op vrijdag met de twee sprintkoersen over elk 30 minuten. Op de starting grid GT's en Silhouettes, gekruid met enkele tourwagens. Nieuw in het veld is een Silhouette Solution F met een V8 motor en de look van een Volvo. De Silhouette Volvo had de pole gereden, maar kreeg daarna een straf omdat hij in de pitlane een concurrent had gedubbeld. En zo start Stefan Lemerin, overgekomen van de Scuderia Caira, van op de vijfde rij voor een explosieve remonte. Zijn rivalen geven even de indruk wat tegengas te kunnen geven, maar al snel zet Lemerin iedereen op zijn plaats en neemt hij autoritair de leiding. De eerste sprintkoers groeit uit tot een ware one-man-show van de 31. Lemerin wint zonder enige tegenstand, hoewel hij toch wat klaagt over het nerveuze gedrag van zijn auto. Hij haalt het wel met meer dan 10 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger. Super heureux pour tout le monde. Ja, ik ben heel tevreden voor Alexandre Viron, mijn teamgenoot en eigenaar van de auto. Tevreden ook voor het team dat hard gewerkt heeft om de auto klaar te stomen. We hebben vooraf weinig kunnen testen, er is nog werk, maar we zitten al goed. Vorig jaar heb ik maar één race gewonnen in BTCS. Ik heb nu al mijn zegen op zak. Ik ben super content. J'avais gagné qu'une seule course en BTCS l'an dernier, donc j'ai ma victoire cette année, c'est déjà ça quoi. Achter de Volvo laat Michael Schmetz zien dat zijn team GPR veel progressie heeft gemaakt na de vorige race. Geen enkel mankement op de mooie Aston Martin DBRS9 die tweede wordt. We zijn snel, dat lieten we al zien tijdens de kwalificaties. De auto is meer bedrijfszeker sinds de laatste race. De Volvo is wel een betere auto. Ik heb alles geprobeerd tot enkele ronden van het einde. En dan heb ik de auto gespaard, gezien mijn negatieve ervaringen eerder dit seizoen. Maar ik start met het mes tussen de tanden voor de tweede race en ik hoop te winnen. Voor de deuxième course, je repars le couteau entre les dents et on espère cette fois monter sur la plus haute marche. Nog op het eerste podium van het weekend de Ferrari 430 GT3 van de Scuderia Monza met Frank Thiers aan het stuur. Zeker een kandidaat voor de titel in het short race kampioenschap. Het was onmogelijk beter. Ja, die Volvo en die Aston Martin die konden echt niet bijhouden. Die waren in de qualifying ook al sneller. Maar we hebben ons goed verweerd. We mogen vechten voor onze derde plaats. Want ik had in de start, ben ik continu opgehouden geweest van trage deelnemers. Ik had een slechte start gemaakt in feite. En natuurlijk kon de kop in feite al een gat trekken. En het was moeilijk om terug te komen. Maar bon, ik ben al blij dat ik dus die derde plaats nog genomen heb. En het was een harde wedstrijd. Die Volvo is ook zoveel lichter, heeft meer pk's en zo. Toppiloten erop. Het was moeilijk, maar toch blij met het resultaat. We hebben ook gewerkt woensdag naar de afstelling. We hadden de vorige koers een zeer slechte afstelling met de wagen. En we hebben werkelijk een volledige dag samen met Nico Verdonk aan de afstelling gewerkt. En het heeft geloond, want de wagen is nu toch twee seconden sneller dan vorige keer. Ook Jérôme Thierry duikt op in BRCC. Hij amuseert zich aan het stuur van de GC10 V8 BMW 1M van de familie Gomez. Door een pruttelende motor komt Thierry niet in aanmerking voor het algemene podium, maar hij pakt wel de tweede plaats bij de Silhouettes. In de top 5 algemeen vinden we ook een Porsche, de 996 GT3 RS van ProSpeed, bestuurd door Christian Kelders, maar wel met een cupmotor. En dat is niet de ideale krachtbron voor het snelle tracé van Francorchamps.
Évidemment, non, parce qu'on a une voiture qui en vitesse de pointe est vraiment très très lente. Hein. J'avais beau essayer de passer le plus. Onze topsnelheid is niet hoog. Op de Rédillon en in Blanchimont kwam een teamgenoot telkens terug, maar in het bochtenwerk kon ik dan weer het verschil maken. De vier auto's voor ons hebben veel meer vermogen met een V8 en een V12 en met goede rijders. Ik ben eerste Porsche, maar het is niet makkelijk met een cupmotor van 420 pk in een RS-chassis. Ik ben erin, dus 5e, première Porsche. C'est pas si mal, malgré que c'est pas évident. Een motor cup qui fait 420 chevaux. Avec une pièce de RSR, c'est bien, mais un peu trop large peut-être pour une ligne droite de Francorchamps. Kelders ligt de hele race in de clinch met de tweede Porsche van ProSpeed, de GT3 Cup van een uitstekende Pascal Muller, die in het spoor eindigt van de Red Bull Porsche. Geen leuke race voor Ian Dockerill in de Kia ProSeed silhouette van Chat Racing. Achteraan komt de diffuser los en dat zorgt voor vervelende vibraties. Meer dan een derde plaats bij de silhouettes zit er niet in voor Dockerill. In de Porsche van Scuderia Caira zit een nieuw gezicht in BRCC, Karim Al-Azhari uit de Verenigde Arabische Emiraten, die bij Caira de plaats heeft ingenomen van Limeret. De Porsche met startnummer 5 wordt als 8e algemeen afgevlagd. Bij de tourwagens gaat de zegen naar de Seat Leon WTCC van Astur Car met Pierre Piron. Die Seat is een uitstekende auto waarmee je sommige GT's en silhouettes het leven zuur kan maken. In Silhouette Pro is de overwinning voor de Solution F BMW 1 van Franck Radet, goed voor de 10e plaats algemeen. Niet ver daarachter heeft Stefan Bailly het maximum gehaald uit de BMW M3 E46 van het Luxemburgse Duosport. De Seat van Piron is ongrijpbaar, maar de prestatie van de BMW is verdienstelijk. Onze start was goed. Ik ben voorbij de Ginetta en de Seats gegaan. Ik zag voor me de Kia silhouette, maar ik slaagde er niet in de kloof te dichten. Line de mire, mais j'ai pas réussi à la rattraper, mais c'était une belle course. Ben je tevreden over BRCC? Ja, het is een leuke competitie met mooie gevechten en de sfeer is hartelijk. Echt een heel mooie competitie. Donc c'est vraiment une belle compétition, une belle manifestation. In de GT Light zegevierde Ginetta G50 van Astur Car met Jean-Christophe Montand. Dit is het eerste sprintoptreden van de Seat Leon Supercoppa van Team Allure met Nicolas Jussy, een auto die tot nu toe enkel in de long races te zien was. Prima start in sprint met meteen de zege bij de Tourwagens Pro. Een tweede plaats in deze klasse voor de Supercoppa van Astur Car met Roberto Nale. De Italiaan startte goed in de race, maar moest daarna wat gas terugnemen. Bij de Tourwagens Challenger noteren we de zegen van de Renault Clio van Jacques Naniot in de kleuren van Pilot Speed Tradition. Een half uur na de finish van Short Race 1 zijn we weg voor Race 2 en weer over 30 minuten met voorin Edouard Mondron in de Porsche GT3 Cup van Scuderia Caira. In Combe is de Porsche al de leiding kwijt aan Hans Tiers in de Ferrari van de Scuderia Monza. Er zijn nog meer kandidaten voor de zege, zoals Michael Schmetz die op de hoofdvogel mikt met de Aston Martin. In de 7e ronde zette Aston Martin de aanval in op de Ferrari. Aan de chicane wipt Schmetz voorbij Tiers en vanaf dan is er geen houden meer aan de Aston Martin. Al is de voorsprong van Schmetz nooit groot. Wat er ook van zij, Schmetz brengt zijn opdracht tot een goed einde en schenkt de Britse GT de eerste zege van het seizoen. Ik heb gecontroleerd. Stefan was er niet als Haas. Het was een leuke strijd met Fred. Dan maakte Ferrari een paar foutjes en daarvan heb ik geprofiteerd om rustig een voorsprong op te bouwen. En dan eindelijk de zege. Je gère mon avance calmement pour arriver à l'arrivée et enfin avoir celle-ci. C'est une belle concrétisation, hein. Dat is een mooie beloning.
Ja, er is hard gewerkt aan de bedrijfszekerheid na het vorige weekend en dat werpt zijn vruchten af. Felicitaties trouwens voor het hele team. Zilver voor de Ferrari van Scuderia Monza. Weer mooie punten vergaard waarmee de broers Diers aan de leiding staan in het sprintkampioenschap. Wel, we waren heel competitief samen en het ging gelijke tred op. Maar ik heb een klein foutje gemaakt hier en ik heb het niet meer kunnen rechtzetten. Ik ben op het einde toe nog naar hem toe gegaan en binnen de halve seconde, het was één toertje te weinig. Maar een mooie koers. Ja, superkoers. Eentje om in te kaderen terug. Het was prachtig, de auto ging goed, was goed afgesteld en prachtige dag. Ver achter de Aston en de Ferrari fietst Fred Bouvy met de Porsche van ProSpeed naar de derde plaats. Het hoogst haalbare, maar voldoende om in het kampioenschap op één puntje te staan van de broers Diers. De RS valt zwaar uit met een cupmotor van 420 of 440 pk. Het chassis is schitterend. Ik kan een ronde of drie volgen, maar dan verlies ik op topsnelheid 15 tot 20 per uur. Op het einde verloor ik ook nog de bodemplaat. We pakken wel punten en dat is het belangrijkste. Ja, hoe kun je beter doen? Met door een andere auto te nemen, bijvoorbeeld met een krachtiger motor, maar dat is niet de geest van het kampioenschap. Zij rijden met GT3's, ik rij met een Cup, dat is onze keuze. Ze komen met mooie auto's, we zijn derde vandaag, dat is niet erg. In deze race draait de Silhouette Kia van Chat Racing wel op volle toeren en zo wordt hij een Dockerill winnaar bij de Silhouettes en is hij vierde algemeen. Het was een mooie race. We hebben de diffuser vastgemaakt die in de eerste race was losgekomen. We hadden minder problemen nu. Ik voelde meteen dat de auto zich beter gedroeg. De Silhouette Volvo V8, gerund door Delahaye Racing, is met Alexandre Viron aan het stuur. In de tweede short race minder flitsend. Viron wordt als vijfde algemeen afgevlagd op 3 seconden maar van de Kia van Dockerill. Zesde algemeen wordt Didier Grandjean in de Porsche GT3 Cup van ProSpeed, evengoed als Pascal Muller in de eerste short race. Weer geen makkelijke race voor Jérôme Thierry in de GC10 V8 BMW 1M, toch pakt hij een podium in de Silhouette Pro Evo. Een goede start voor Edouard Mondron in de Porsche van Scuderia Caira, maar in de loop van de korte race wordt de Porsche zeer wispelturig. In de voetsporen van zijn vader rijdt Christophe Dockerill ook in een Kia Silhouette van Chat Racing. Hij grijpt nipt naast een podium bij de Silhouettes. Vincent van den Abele is aan de winst in Silhouette Pro, al maakt hij een figuur in de Brussel Haarspeld. Net als in de eerste short race is Jean-Christophe Montand de snelste in GT Light met de Ginetta G50 van Asturcar. Montand profiteert van de problemen op de Ginetta van Prime Racing met Jean-Pierre Lequeux. In tegenstelling tot de eerste race raakt Lequeux met de Prime Ginetta aan de finish, maar in het Luxemburgse kamp is dat geen reden tot feest. Bij de tourwagens domineert Pierre-Yves Rozou in de Seat Leon WTCC van Asturcar. Rozou gaat zelfs de strijd aan met de Kia van Dockerill, maar in de zevende ronde laat de Seat het opnieuw afweten en moet Rozou opgeven. Zo gaat de overwinning naar een andere Seat, de Supercoppa van Team Allure, met de Amerikaanse Belg Mardine Benjamin. Zegen bij de Tourwagens en bij de Tourwagens Pro. 2-2 voor de 33. En opnieuw is de tweede plaats bij de Tourwagens Pro voor de Seat Leon van Asturcar met Pascal Courrier. We reden goede tijden in de eerste ronden van de eerste race. Het ging uitstekend, maar dan verzwakte de turbodruk en waren onze banden versleten. Het was moeilijk in de tweede race. We hebben nu niet kunnen strijden voor de zegen. We stonden aan de leiding in het kampioenschap, maar er zijn nog een aantal race weekends. Je kunt niet altijd winnen. We waren assez excité et motivé, maar bon.
il y a encore pas mal de courses, donc c'est sympa. Et puis c'est sympa de se battre et de pas toujours gagner aussi. En weer een topresultaat bij de tourwagens voor de BMW van Duo Racing met Frederik Schmidt. John Pilet wint met zijn Renault Clio bij de tourwagens Challenger. Veel zon bij de starting grid voor de long race over 3 uur. Met op de eerste rij de Aston Martin van GPR met Schmetz en Grivenier en de silhouette Volvo van Limeray, Viron en Bordet, die de eerste stint afwerkt. En de rest vond natuurlijk dat een plek op de eerste rij niet nodig is voor een race over 180 minuten. Gestart voor de long race onder aanvoering van de Aston Martin van Schmetz, die de kop neemt voor de Volvo van Pierre-Étienne Bordet, die al snel een paar foutjes maakt. Vol vertrouwen na zijn zege in de shortrace op vrijdag gaat Schmetz er vandoor met een voorsprong van 40 seconden. Een uitstekende start. Bij de achtervolgers werpt Hans Tiers als eerste de handdoek. Er is een probleem met de achtertrein van de Ferrari. Succes in de short race, pech in de long race voor de Scuderia Monza. Pierre-Étienne Bordet is niet foutloos en ik krijg dan ook nog af te rekenen met een lekke band. En dat maakt van zijn stint een helle tocht. De Volvo verliest veel tijd, een gevolg ook van een pirouette hier en daar. Nog een slachtoffer van een lekke band is Dylan der Dalen. Hij moet naar de pits met de Porsche GT3 Cup van Belgium Racing. Het Limburgse team heeft Maxime Soulet aangetrokken als versterking. Op de Porsche van ProSpeed laat Damien Koens tijdens de eerste stint leuke dingen zien. Het lijkt erop dat deze Porsche in de long race beter voor de dag komt dan tijdens de sprintkoersen. Tijdens deze long race komen 2 GT's van de jongste generatie de 24 uur van Francorchamps voorbereiden. Maar volgens een nieuwe regel in BRCC krijgen deze auto's een tijdstraf van 15 minuten. Ze verstoren dus de normale gang van zaken in het kampioenschap niet. Dit is de nieuwe Aston Martin Vantage GT3 van GPR. Met Tim Verbergt, Ronny Latin en Damien Dupont, auteurs van de snelste ronde in koers. De Italianen van GDL Racing, het team van Gianluca De Lorenzi, racen in de 3000 kilometer van de BE Trophy, maar hebben ook een Mercedes SLS AMG in de truck, die ze zullen inzetten tijdens de 24 uur van Spa. Maar het avontuur loopt slecht af na een crash in Blanchimont, een dure aanloop na de 24 uren. Pierre Grivenier heeft de Aston Martin DBRS-9 overgenomen van Schmetz, maar het wordt geen vlekkeloze stint voor Grivenier. Onder meer opgehouden door een stop-and-go wegens overdreven snelheid in de pitlane, het gevolg van een slecht functionerende speedlimiter. Halfweg rijdt de Porsche van Belgium Racing met Der Dalen en Soulet aan de leiding, goed teruggekomen na de lekke band. Het Limburgse team wil eindelijk een top scoren na een paar vierde plaatsen. Een neutralisatie na de crash van de Mercedes van GDL geeft de race een andere wending. De rijder in de safety car slaagt er niet in de leider op te pikken, op dat moment de Porsche van ProSpeed met Bouvy aan het stuur. In een wat verwarrende fase haalt Bouvy de safety car in voor het einde van de neutralisatie. Maar op de officiële tijdschermen is de neutralisatie al opgeheven. Nogal onduidelijk allemaal, maar de zege gaat voor het eerst dit seizoen na de Porsche van Bouvy, Kelders en Koens. Ik heb het ook niet goed begrepen. Volgens het tv-scherm mocht ik versnellen, maar op de baan waren er nog gele vlaggen. Ik reed voor een auto die zeer traag reed, een Ginetta.
Ik heb hen ingehaald en dan weer laten voorbij komen, want het ging om de safety car. Op het tv-scherm stond go, safety car out en dan mag je gas geven. Je hebt dus de safety car ingehaald. Ja, hij deed me teken. Er was een groene vlag. Hij kwam naast me en zei dat ik mocht doorrijden. Als er groen staat op de safety car, dan mag je die inhalen. Als er oranje staat, niet. C'est la loi du truc. Belgium Racing is in onduidelijke omstandigheden geklopt, maar beslist niet te protesteren tegen de uitslag. Niet vergeten dat Dylan der Dalen de kleuren van Pro Speed verdedigt in de Blancpain Endurance Series. Het was een beetje moeilijk omdat de twee voorgangers, de Seat en de BMW, waren niet goed aan het aansluiten. Waardoor ik slechter naar de Pro Speed Porsche kon geraken in de safety car. En ja, dat heeft ons misschien wel een eerste plaats gekost, maar het was toch wel kort geweest. En met toch wel geluk met de Austin Martin dat hij ons niet meer kunnen pakken op plaats. Het was allemaal close racing. De Aston Martin DBRS-9 van JPR lijkt nu helemaal gelanceerd na een reeks opgaves in het begin van het seizoen. Een topweekend voor de 9 met een tweede, een eerste en een derde plaats. Dat belooft voor de rest van het seizoen. We hebben hard gewerkt. Dit is een auto uit 2006. Na de laatste race hadden we er echt genoeg van en dan hebben we alles gecontroleerd om de auto weer competitief te maken en de bedrijfszekerheid te verbeteren. Net naast het podium staat de tweede Porsche van Pro Speed, de GT3 Cup van Grandjean, Muller en Matthäus na een regelmatige race. Opnieuw een zegen voor Chat Racing bij de Silhouettes met de Kia Pro Seat. Ian Dockerill vormde een sterk koppel met Philippe Stefanie, vijfde plaats algemeen voor Chat. De winnaars van de GT Challenger eindigen op de zesde plek algemeen. Nicolas Léonard en Michael Albert op de Porsche GT3 Cup van Team Allure. Een duo dat veel vooruitgang heeft geboekt. Onverwacht, dit is ons eerste seizoen in een Porsche. We kenden de auto amper. We hebben maar één testdag gehad. De resultaten zijn goed. We voelen ons goed in de auto. Michael en ikzelf vullen elkaar goed aan. De sfeer is prima. Dans l'auto, je trouve vraiment que Michael et moi sommes très complémentaires et on peut compter l'un sur l'autre. Super ambiance dans le team, je pense que c'est bien résumé. Travail d'équipe. Ici, c'est notre première saison. Dit is mijn eerste seizoen met een Porsche. We hadden niet verwacht dat we zo hoog zouden staan in het kampioenschap. We staan derde en dat is zeer goed. Het loopt goed met Nicolas. De sfeer is goed. We zijn regelmatig. Het team is perfect. Je moet altijd over een goede auto beschikken. Hopelijk blijft het duren. Een voiture convenable en we zijn ravi voor ik sta duur. De GC10 V8 BMW 1M van GC Automobiel blijft de goede resultaten in de long races opstapelen. Bovy, Poitvino en Anquetil worden tweede bij de Silhouettes en zevende algemeen. Ook de tweede Kia van Chat Racing met Christopher Dockerill en Pete James mag naar het podium in de Silhouette Pro Evo. Bij de Scuderia Caira hebben ze teruggegrepen naar een basisafstelling voor de Porsche. Efficiënt, maar niet scherp genoeg om te rivaliseren met de overige Porsches GT3 Cup. Mondron, Alazari en Van Dalen worden achtste algemeen en vijfde in GT Pro. In GT Light staat er geen maat op de Ginetta van Asturcar, waar Montand het gezelschap krijgt van Pierre-Yves Rozou, Pierre Piron en Luca Rangoni, een voormalige topper uit de Mégane Trophy. Nog in de top 10 van de long race, één van de Porsches van het Yokohama Skylimit Racing Team, gerund door Andianen. Benoît Dupont en Philippe Huard worden tweede in GT Challenger, terwijl Vermeeren van Harens Hermans beslag leggen op de derde plaats. Dit team bewijst dat je met weinig middelen goede resultaten kan behalen. Ja, vandaag hebben we eindelijk het geluk een beetje bij ons gehad. De vorige wedstrijden zijn telkens goed begonnen voor ons, maar telkens hadden we een beetje pech. En deze keer heeft alles perfect geklopt. De strategie lukte en de wagens zijn betrouwbaar gebleken, dus we zijn heel content. Andy, u bent een zeer grote supporter van de BRCC. Waarom? Met ons
onze firma Skylimit Events brengen wij jaarlijks duizenden mensen op het circuit als hobbyrijder tijdens track days. En daarom is het voor ons ook belangrijk om op het hoogste niveau in België aan autosport te doen. Zodat de mensen eigenlijk de doorgroei kunnen zien van zal ik maar zeggen, beginnende chauffeur op circuit tot competitie op het hoogste niveau eigenlijk. Dus bij ons kunnen de mensen momenteel hun eerste stappen op circuit zetten en doorgroeien tot aan de top van de autosport. En dat is voor ons wel belangrijk. Bij de tourwagens lossen de Seat Super Coppa de verwachtingen in. Ze waren al winnaar in de beide short races. En ook in de long race schenken Jussi en Benjamin opnieuw een zegen aan Team Allure van Jean-François Olivier. Een perfect parcours voor een duo dat ook deelneemt tijdens het weekend van de 24 uren. J'ai eu plaisir d'accueillir Mardin. Mardin heeft het schitterend gedaan. On est vraiment ravis. Ça fait quelques temps que j'avais pu. Ik had al een tijdje niet meer geraced. Ik heb snel het ritme weer opgepikt. Nico heeft ook knap werk geleverd. Alles is goed verlopen. Je pense qu'on a fait une bonne paire et c'est bien passé. Nog bij de tourwagens noteren we de zege van Bailly en Schmidt in de categorie Pro Evo, ook na een slipper in de dubbele linkse. In Silhouette Pro geen tegenstand voor Radet en Baudard. Zesde plaats in GT Pro voor de Porsche GT3 Cup van Dirk van Elslander en Lieven Goegebuur in de kleuren van Maxxt Racing. Wart Sluis en Rick Renmans laten zich opmerken in het begin van de race, maar dan gaat het bergaf met de Porsche van First Motorsport. Dit is de zeker van Wim Jeuris en Guido Werks, uitkomend in GTC. Ze veroveren de vierde plaats in de klasse. Terwijl er gefeest wordt op het podium, denken sommigen al aan de volgende afspraak. De drie races in het voorprogramma van de 24 uur van Francorchamps. Het hoogtepunt van het seizoen. De Michelin Award gaat naar Belgium Racing, het team van Dylan der Dalen en Maxime Soulet, voor hun sportiviteit. Kijk, het gaat vooral over het fair play uit. We hebben inderdaad een probleem gehad met de safety car, waardoor we misschien nog wel eerst hadden kunnen worden. Anderzijds, normaal had ik mijn stint moeten rijden, maar door het probleem dat we al meteen in het begin van de race een kapotte band kregen, moesten we gaan voor het team en niet voor de piloten. Dus op dit manier is de toekomst van Dylan, voornamelijk als mijn toekomst in de racerij, hebben we besloten om Dylan kampioen als eerste leider in het kampioenschap te laten staan. Afspraak op het eind van de maand opnieuw op Spa-Francorchamps voor wat een topweekend belooft te worden.